Dank voor de toelichting, Jaak Hoepman vanuit het Midden-Oosten. Voor de aankomende 2 weken wordt het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin stopgezet. Dit komt omdat er mogelijk mensen zijn die trombose hebben opgelopen na het inenten van het vaccin. Daarover praat ik verder met Paul Lievense, woordvoerder van CMF. Goedenavond. Goedenavond. Om kort te beginnen, het is best opmerkelijk nieuws dat het is stopgezet. Moeten we ons zorgen maken hierover? Ik ben vooral blij dat onze overheid zo'n moedige beslissing heeft genomen. Maar het is niet makkelijk om in zo'n vaccinatiecampagne die gaande is, waar ook veel haast mee is, om dan te zeggen, we gaan 2 weken pauzeren met dit ene vaccin. Ja, er is moed voor nodig, zegt u. Nou ja, dus u vroeg me of ik dus mijn zorgen moet maken. Maar ik vind het heel moedig dat men toch de signalen wel serieus neemt. Die kwamen uit onze buurlanden, Noorwegen en Denemarken met name. Ja. Ja, want het leek er eens niet op, hè, demissionair minister De Jonge. Die gaf aan van nou, we vaccineren gewoon door. Ja. Wat heeft hem doen besluiten om dit toch te doen? Nou, we hebben in Nederland een apart college. Het heet College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. En die heeft gezegd van nou, wat we nou horen uit deze landen, dat ook al is maar een handjevol, letterlijk 6 keer gebeurt. Dat iemand een vorm van trombose kreeg, wat geen gewone vorm van trombose is, maar ook nog met stollingsproblemen erbij. Daarvan willen we eerst meer weten of er wel of niet een relatie is met het vaccin, wat die mensen ook gekregen hebben. Ja, u noemde zelf net ook even die landen, Denemarken en Nederland, maar in Nederland zijn er ook gevallen van. In Nederland zijn er gevallen van gewone trombose. Dat is weer wat anders. Ja, dat maakt het wat ingewikkeld. Ja, en wat is het verschil dan? Het punt is dit namelijk. Trombose komt sowieso voor. Ook in Nederland bij mensen die bedlegerig zijn, die veel zitten, die in een ziekenhuisbed zijn enzovoorts. Mm-hmm. Zo'n trombose kan je behandelen met antistollingsmiddelen bijvoorbeeld. In dit geval lijkt het erop dat er iets anders was. Het was en trombose, maar ook bloedplaatjes tekort. En mensen werden gezegd van let op of je niet huidbloedingjes krijgt, wat past bij, nou wat technisch heet, een intravasale stolling. En dat kan horen bij een ontstekingsreactie die heel wat anders is. Ja. En is dat opmerkelijk? Als er een relatie zou zijn tussen die 6 keren en de vaccinatie, dan is het opmerkelijk. Ja, want gaat het dan echt alleen om deze klachten of zijn er nog meer klachten? Nee, dan gaat het echt. Er zijn de andere bijwerkingen die al veel langer bekend waren. Dat mensen hoofdpijn kunnen hebben, wat koortsig kunnen zijn, 1 of 2 dagen. De pijn op de plaats van de injectie enzovoorts. Maar dit zou dan een nieuwe bijwerking zijn. Nogmaals, als het hieraan gerelateerd is. Ja. En hoe groot schat u dat verband tussen deze verschijnselen en het vaccineren? Nee, daar kan ik helemaal niks van zeggen. Ik moet wel bijzeggen dat al zou het een keihard verband blijken te zijn straks, dan is het nog maar 6 keren op zeg 15 miljoen toedieningen. Ja. Dus het is niet dat we moeten praten over een groot risico voor degenen die nu ook in Nederland het AstraZeneca-vaccin al gekregen hebben. Ja. Je hoeft zich op zich geen zorgen te gaan maken. Oké, daar hoop ik het zo nog even over te hebben. Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA, die is eigenlijk een beetje verbaasd dat dit gebeurt. Kan u dat uitleggen of toelichten? Ik denk dat zij vooral zich geschoffeerd voelen. Kijk, de EMA heeft na onderzoek vastgesteld dat het veilig is. Veilig en effectief. Dat zijn de 2 criteria waarop elk geneesmiddel, ook een vaccin, beoordeeld wordt. Veilig en effectief. En dan gaat een landje als Nederland op eigen houtje beslissen, maar wij gaan toch 2 weken uitstellen om te kijken wat is nou waar van dat verband. Mm-hmm. Dat is ook een politieke kwestie. En hoe bedoelt u politiek? Nou, het gaat ook over geld. Er zijn deals gesloten tussen Europa en AstraZeneca. Er zijn leveringsproblemen geweest. Er speelt nu dan deze zaak. De EMA zou het liever, denk ik, in Europees verband geregeld hebben, in plaats van landen zelfstandig zoiets gaan. Dat is het mijn beeld. Ja, oké. Okay. Ja, het is sowieso denk ik een ontzettend gevoelig punt. Nu gaan ze de komende 2 weken onderzoek doen naar dat vaccin. Dus tot 28 maart wordt er ook niet gevaccineerd. Met dit vaccin. Ja, met dit vaccin. Heel goed dat u dat aangeeft. Wat gaan ze in die tijd, denkt u, doen? Nou, ze gaan met name, denk ik, deze 6 mensen beter bekijken, medisch, of er een andere verklaring is dat ze zo'n soort reactie hebben gekregen dan alleen maar door dat vaccin. En we gaan nog eens een keer kijken naar de vele gegevens die er zijn van de testfase van het AstraZeneca-vaccin. Of er ook iets al gebeurd was wat hierop zou kunnen passen. Ja. En dat is op zich wel belangrijk om te doen. Want AstraZeneca is toch wel anders dan bijvoorbeeld Janssen, wat net de afgelopen week geregistreerd is, of Pfizer of Moderna. Er zijn een paar dingen geweest in de onderzoeksfase die al apart waren. Bijvoorbeeld, mag ik het technische punt noemen, dat men bijvoorbeeld de 2e dosis die gegeven moet worden, dat men bij een aantal per ongeluk de helft mag af in plaats van de volle dosis. Maar het bleek even goed of zelfs beter te werken.
Aanvankelijk was het alleen maar bij jongeren onderzocht, zeg tot 55 jaar. Toch een handjevol ook mensen boven de 55. Later werd het toch ook goed effectief gevonden voor boven de 65. Ofwel, ja, het heeft een imago van wat gerommeld. Ja, ontzettend veel onduidelijkheid. En nu zullen de mensen misschien ook al zeggen, ja, 2 weken, dat is veel te kort. Ik vind het ook kort, maar tegelijkertijd 2 weken pauzeren is best veel in zo'n campagne die haast heeft. En is 2 weken niet genoeg, dan wordt gewoon die pauze verlengd. Ja, ik zeker. Ja. Nou, u noemt veel punten waar ook nog wel onduidelijkheid over is. Dan is de vraag misschien wel van, is het vaccin wel veilig? Ik denk dat het in zoverre veilig is van, als het u of mij aangeboden wordt, zou ik zeggen, maak er gebruik van. Het is heel spijtig dat nu in Gelderland zouden net de huisartsen gaan starten met AstraZeneca voor mensen tussen 60 en de 64 en mensen met Down-syndroom en mensen in de GGZ. Ja, want het gaat om ontzettend veel mensen. Al die 10.000 mensen worden nu afgebeld en dat vind ik heel spijtig. Ja. Want ze zouden anders heel goed beschermd zijn tegen deze nare ziekte. Ja. Het is toch een beetje opmerkelijk, hè? Want van tevoren zijn deze vaccins gewoon allemaal getest. Hoe kan dat? Ze zijn getest bij ontzettend veel mensen inderdaad. En heel goed geregistreerd wat er allemaal gebeurde. Of het wel effectief en veilig was en of het welke bijwerking het had. Maar nu komen er miljoenen gegevens bij. Ja. En ik vind op zich dat het goed is dat naast de fase 3 studies die al gedaan zijn, dit ook als een fase 4 studie doorgaat. En ziet u dat dan ook? Meldingen die komen, ook in Nederland. Ja. En ziet u dat dan als een logisch gevolg dat dit dan nu gebeurt? Ik vind het een logisch gevolg dat we meer kennis krijgen, ook over de bijwerkingen die al bekend waren. Ja. Hoe vaak precies kan iemand diarree krijgen of koorts krijgen enzovoorts. Ja, dat vind ik heel goed gegeven. Ja. Nu zijn ontzettend veel mensen gewoon echt sceptisch over het coronavaccin. Jammer. Ja? Ja, vindt u dat jammer? Nou ja, weet u, het is het meest effectieve middel op dit moment om beschermd te gaan worden. Tenzij je zegt, ik wil eerst je ziekte maar gaan krijgen. Maar die ziekte is niet niks. Nee. Zelfs nu mensen die jong zijn, kan het enorm veel gevolgen hebben. Ja. Er is al een long covid aandoening of de smaak en reukverlies. Ik ken iemand die alles wat hij eet of drinkt, of zij, alles wat zij eet of drinkt, iemand op mijn werk, smaakt naar zweetsokken. Ja, nou, dat is al maanden het geval. Ja. Ik bedoel, dan kan je zeggen, ja, daar ga je niet dood aan. Maar het is dramatisch ook, zo'n gevolg. Ja. Het is een hele nare ziekte. Ja, dat denk ik absoluut, ja. Bent u ook niet bang dat wat er nu gebeurt, dat mensen nog kritischer worden en dat ze nog sceptischer worden? Eigenlijk zou ik denken van het feit dat onze overheid hier direct op reageert op deze mogelijke twijfel, zou een reden moeten zijn om te zeggen van, ik heb vertrouwen in onze overheid, die de vaccins die wij hier hebben ook heel goed blijft monitoren. Ja. En zegt u daarmee eigenlijk van dat u het niet snapt dat mensen kritisch zijn of sceptisch zijn of misschien wantrouwen hebben? Ik zou graag zien dat meer voormannen en voorvrouwen ook in onze christelijke wereld het voortouw zouden nemen en zeggen van, ik laat me vaccineren, want dit is de beste manier om deze nare ziekte nu te kunnen overwinnen. Ja. Ja. En daarmee weer de andere zaken die belangrijk voor ons leven zijn, zoals kerkgang, zoals met elkaar optrekken, zoals voor elkaar zorgen, zonder de angst elkaar te besmetten, weer op ons kunnen nemen. Ja, want een van de dingen die mensen ook wel belangrijk vinden, is het vaccin het enige middel, zeg maar, om terug te keren naar een normale samenleving? Of kan het ook zonder? Nou ja, kijk, als dit 100 jaar geleden was gebeurd, hadden we niks anders kunnen doen, zoals in de Spaanse griep. Wachten tot iedereen of ziek geweest is en daarvan hersteld of niet hersteld is. Ja. En nu hebben we deze extra methode. Ja, en een belangrijke vraag maar daarnaast. Ja, tegelijkertijd, iedereen die ziek is zal ook weten van, er is een andere wereld. Ja. We kunnen ook bidden voor genezing. Ja. We kunnen ook bidden voor elkaar. Ja, want dat houdt ook een beetje verband met gewetensbezwaren. Dat er misschien cellijnen van foetaal weefsel in zitten en dat soort dingen. Ja. Is dat een terechte zorg volgens u? Of zegt u, dat is gewoon... Het is waar dat vaccins tegen corona allemaal in een bepaalde testfase of productiefase iets met die cellijn te maken hebben. Maar dat is een cellijn die inderdaad verkregen is van een abortus zoveel tientallen jaren geleden. Dat is een feit. We moeten afronden. Maar dat is dan wel zodanig doorgekroond. Die link is heel erg ver weg. Nou, dank voor uw toelichting. U bent woordvoerder van de CMF en dank voor uw komst. Graag. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.